Wat betekent rosé? Dat is hoe Japanners rosé bestellen. Ah. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe episode van Twee Players. Vandaag recenserend Soul Calibur 6. Oké, Soul Calibur, een fighting game. Wat moeten we jou in de game zitten om het een succes te maken? Het is Japans, toch? Correct. Japan heeft best veel heuvels en ravijnen. Het lijkt mij heel leuk om iemand in het ravijn te schoppen. Oké. Omdat dat in het echte leven vaak niet echt gewaardeerd wordt. Nee, dat klopt. Ja. Plus, ik zou heel graag iemand willen bitchslappen. Pat. Pat. Oké, ja, rustig. En jij, Mark? In Mortal Kombat kan je iemand in zijn noten slaan met Johnny Cage. Kijk maar. Dat wil ik graag ook in Soul Calibur kunnen. En het is een Japanse game, dus ik wil gewoon... Dat soort geluiden, want dat maken die Japanners maken dat als geen ander. Let's play! Oké, Ramon. We moeten eerst even beginnen met het lezen van de license agreement. Oké, please. Read this agreement carefully. Oké. Laten we even kijken hoe het afloopt. Oh, spoiler. Een adres in Frankrijk. Zie je, ik wist het dat het een adres Absolute in Frankrijk was. Dat zie je dat toch, hè? Spoiler. Ik dacht de hele tijd. Ik dacht de hele tijd al. Ik denk dat je zal zien dat op het eind van het boek dat het ineens een adres in Frankrijk is. Mark, laten we eerst even battelen, dan komen we een beetje lekker in. We gaan eerst battelen. Hé, kijk. Wat zit er allemaal tussen, joh? Zo, kijk eens. Ellen ten Damme. Wat is dit nou, joh? Een tapijt. Ik ben de fucking Aladdin niet. Ik heb de Vliegende Hollander. Ik heb Jan van Hals gevonden. Dit is toch een heel onpraktisch pak om in te vechten. Toch als diegene even op de grond ligt, dan geef je er toch zo'n wedgie. Ja. Dat je even die slip omhoog trekt, zo recht de foef in en dan klaar, je hebt gewoon gewonnen. Dat is wel een mooie plek uitgekozen. Ja, toch? Thou shalt be slain. Yes. I swear I will... Kijk die mem, hé. De staat in de sneeuw, joh. Hey. Ik denk dat het de meesteres is, hoor. En doe je gek! Hoppakee! Joh, ga weg, joh, ouwe buttonbasher. Je dacht een vieze buttonbasher, jij. Hier! Ouwe vieze buttonbasher. Hier, ik sla je maar bij SMSW. Je bent een gore buttonbasher. Hier! Go! Go! Go. Hier! Op je SM, op je tenen. Oeh. Meneer is boos. Daar val ik er vanaf. Daar val ik er vanaf. K.O. Dat scheelt niet veel, hè? Hier, gewoon met een zwaard slaan en ik heb niks aan. Daar krijg ik ook allemaal schrammen op mijn huid. Laten we even genieten van de scenery. Ja. Kijk, en dan gaan we nu, net als in een romantische comedyfilm, gaan we dan zo op het eind naar elkaar toe rennen. Okay. Ja! 1, 2. Ah, godverdomme, joh! Ja, ik hoor weer. Oude rat! Hé, hey, joh. Hier, uit mijn k*** gespuugd. Vuile hond. Kijk, Creation. Kom, we gaan een eigen fighter maken. Oké. Wie gaan we namaken? Fred Teven bijvoorbeeld. Fred Teven? Ludo Sanders. Ja, hij heeft zijn maatpak echt. Nee, hè? Hitler. Ja. Ik denk dat Hitler heel eel is. Dat denk ik ook. Hitler was gewoon meer sterk qua in zijn hoofd, zeg maar. Zijn gezicht. Oké, even kijken. Hey, Freddie Mercury. Ja. Ja. Ik moet ook zijn stem aanpassen. Oeh ja, hij had een beetje een rollende R, hè? Rij! Ja. Nou, tada, Hitler. We kunnen kleding voor hem kiezen. We kunnen ook gewoon, kijk, puur, generate at random. Komt-ie. Nog een keer. Nee, ja, op. Wat is dit, joh? YMCA. Zo, goedemiddag. Nou, als je zo op een feestje binnenkomt, hé. Ik doe gewoon nog steeds de onderbroek. Take picture, we kunnen een foto. Kijk, even op de foto.
Nou, je hebt je nieuwe Grindr profiel ook weer aan de markt. Oké, ik ga voor deze pretty boy met zijn lange haar. Dat is geen boy. Jawel, joh. Nee, joh. Die fout heb ik al eerder gemaakt. Ja. Ik heb gekozen. Ik ga voor Captain Jack. Hey, joh. Ik ga voor deze meid. Let's do this. Oké. Ready. 1, 2. Oh, wacht. Nu hebben we net een menu. Hey, we hebben de Chinese afhaalmenu geactiveerd. Wil jij Won Xiong Swing misschien? Oeh, jij of wil jij de English Sui Xian? Die is lekker hoor. Ja. De Playful Slice. Oeh, lekker. Zo'n pizzaatje. Godverdomme. Ik kan niks. Ik kan niks. Ja! Ik heb niks. Maar het is net als vechten als tegen een lilliputter. Je slaat er altijd over. Ja. En dan bijten ze ineens in je balzak. Ja, dan springen ze naar je balzak toe. Gisteren nog eentje chirurgisch moeten laten verwijderen. Nou, dan moeten ze weer met zo'n klem moeten ze die kaken loshalen. Nou, hup, terug het circus in jij. Oké, ik ga met Nightmare, want hij lijkt op de Shredder uit de Turtles. Nee, maar dat mag toch gewoon, Mark? Ik wil Jan van Halst. Kijk, Jan, lekker gaan, hè? Kijk eens! Nou, jij moet ook niet gaan buiten gaan staan als het inleert. Zo! Prikkelbaar. Heb jij nou ook een string aan? Het ziet er niet uit in ieder geval, hè? Godverdomme, joh. Kut op. Tering. Hé, jij bent wel tegen Jan van Alst, hè? Maar kijk hoe ik loop, man, hier. Kijk eens. Het lijkt wel carnaval in Rotterdam. Zie je dat? Lalalalalalalalala. Ben je wel eens in Japan geweest? Nee. Oké. Tot zover deze special over Japan. Voordat ik ga op zoek naar een goede gast. Jij laat me niet opstaan. Jij laat me niet opstaan. Hij laat me niet opstaan. Hé, je bent van de vijf gevallen. Oh yes. Nee, maar dat ben ik. Als je gewoon inbeeldt hoe ik me voel, dan is het jou ook gelukt. Oh ja. Wat betekent rosé? Dat is hoe Japanners rosé bestellen. Oh. Ramon, we gaan de story mode spelen. Yay! Wat is dat? Dat is met een verhaal. Met poppetjes en mensen en dingen die gebeuren. The Chronicle of Souls 1. Ling Shansu Temple was a famous martial arts school in the far reaches of China. Nou is het weer China. Ik snap er geen kut meer van. Het is ook niet eens met animatie. Dit ook. Het is, ja. Schirgehond. Arm, spraak, mond. Wat was nou? Wat zijn die symptomen ook alweer? God, wat een lang k***verhaal. Godverdomme. Hij kijkt er niet eens recht aan. Hij kijkt zo over de heen. Weet je, als je onder een conversatie uit wil, weet je hoe je dan qua mimiek moet zijn? Dan moet je dit doen. Ja. Dat werkt echt perfect. Ja, vertel eens iets, ja. Nou, dus ik ging vanmorgen lekker naar de supermarkt. Ja. Yeah. Maar ik ga het niet skippen. Ik wil daar het hele verhaal wil ik doorhebben. Huh? Maar dit staat dus niet in verbinding met het scherm? Nee, nu niet. Dat is even balen, hè? Huh? Dat is even tegen de verwachting in. Ja, hij gloeit wel, maar je kan er niks mee doen. Ja, godverdomme. Oké, gelogen. Hij staat wel in verbinding met het scherm. You know something, Killick? What? Zeg het nou! It's okay. God, wijven. I'm really looking forward to tomorrow. Me too. Oké, als het verhaal nu niet klaar is, ga ik echt met de stoelen tieven. Oh jeez. Temple into hell on earth. Oké, nu is het klaar. Godverdomme. Even serieus, wat zit er nou te kijken, Mark? Jij hebt hier verstand van. Ja, dit is... Jij zei... Ja, kom, dan gaan dit we doen ze erin, doen. Omdat anders allemaal van die nerds gaan lopen typen. Er zat helemaal geen verhaal in deze keer. Net als met Black Ops 4. Er zit geen verhaal, ik wil een verhaal. Nou, doen we maar een slideshow met een paar van die spleetogen. Nee, ik ken PowerPoint-presentaties die boeiender zijn dan dit. Ja, nee, maar echt? Ja. Waar is mijn fucking... Oh. Godverdomme, ik kan ineens vechten. Hier. Nee, jij bent niet. Godverdomme, ik dacht dat ik goed bezig was. Maar je bent nu aan het vechten tegen een man met een vlaggenmast. Wat doe jij, man?
Ik weet het. Shanglin? Oh, wacht, ik zit in een verhaal. Goeie graphics. Dit is zeg maar hoe je vroeger als kind gewoon verhalen speelde. Had je twee poppetjes in je hand en dan deed je zo... Wat gebeurt hier allemaal, joh? Als er nu weer een verhaal komt, word ik echt kwaad. Oké, laat die koontje. Dat geeft aan dat hij iets aan het laden is. Ik hoop een gevecht. Fucking fucker! Ik ben er fucking klaar met die kutverhaal. We gaan stoppen. Mark. Nee, Ramon. Ik zet hem uit. Geef het daar toch een kans. Klik. Zo. Yay, FIFA! Oké, dit was hem, Soul Calibur 6. Ramon, jouw checklist. Ik wilde iemand in het ravijn duwen. Is mij niet gelukt. Jou wel. Dus ik kan me voorstellen als ik jou ben dat het heel tof is. En ik wilde een bitch slap geven. Heb je niet echt gedaan. Maar ik weet eigenlijk ook niet of ik het echt mis. Achteraf. Je was wel aan het vechten als een bitch. Nou. Vind je mij een bitch? Mark, wat moest op jouw checklist? Ik wilde graag een schreeuwende Japanner. Dat is gelukt. Zo. Ik hoorde het. Nee. En ik wilde iemand in zijn noten slaan. Dat is helaas... Ja, ik denk dat het wel gelukt is. Ja, daarom... En, het ging allemaal zo snel. Ja. Het, gewoon, het was onderdeel van een combo. Dus het was gewoon... Bap, 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 blup, bap, 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 blup. Goed, komen we uit op schaal van mensen die goed om kunnen gaan met een mes bovenaan. Natuurlijk. Mohammed B. Hoe is die kok met dat rare haar ook weer? Wie? Natuurlijk, Rudolf van Veen. Die kan snijden. En onderaan natuurlijk Jan-Jaap van der Wal. En die kan niet zo goed met messen omgaan. Die probeerde zo'n jong leertruc met messen. Het echte verhaal is dat hij niet zo goed kon fonduen. En nu kan hij fondue niet eens meer uitspreken. Weet je waar een uil naar doet? Nee. Weet je waar een hond naar doet? Foef. Ik kom zo droom binnen. Is het natuurlijk Jan-Jaap van der Wal. Ja. Ik vind er echt niks aan dit, sorry. Oké, op een schaal van dingen die pijn doen. Bovenaan natuurlijk... bijten. Dat is gewoon, dat is de uitweg voor iedere pussy. En onderaan natuurlijk strelen. Komt hij op... ja, toch echt wel onderaan. Want onderaan, ik vind het ook echt helemaal niks. En dan ben je natuurlijk een unfollow op Instagram. Want dat doet best wel pijn als ik weer een volgertje zie verdwijnen. Oh, comment van de week! Oké, die comment van de week is van Boy van Gennep. Hey, dit is je Boy van Gennep. Moet even het verhaal uitleggen. Sam van Gennep. Die kondigde trots aan dat hij met de hele familie, het hele gezin, de hele week zit te wachten op nieuwe twee players. Waar wij meerdere vragen bij hadden. Heb je geen baan? Waarom zit je de hele dag te wachten? Kost het niet enorm veel in de energie, et cetera? Maar vooral, als je met 12 man zit te kijken, is het alsnog maar op één scherm één view. Maar gelukkig wordt deze bijna, noem je zoiets ook weer? Ontkracht. Verkracht. Ja. In de reet geneukt. Gelukkig wordt deze illusie ontkracht door zijn zoon slash broer slash whatever, Boy van Gennep. Wij kijken gewoon lekker op twee schermpjes hoor. Twee hele views per week. Dat was een review van Soul Calibur 6. Tot de volgende keer maar weer. Reageren, abonneren, commenten. Alles mag, alles kan. Doe het vooral. Anders ben je een lul. Waarom ben je zo boos? Weet ik ook eigenlijk niet. Wisselen de stemmingen. Mark plus Ramon.